Kijk boys, dit zijn... Rens en Rens. Ze zijn heel erg fans. Op het veld kennen ze geen grens. Want nu spelen ze nog op een klein veld zonder grens. Maar ze hebben één wens en dat is... Wie zijn we? Twente! Wie zijn we? Twente! Wat gaan we doen? Winnen, kom op boys! Yes, yes mensen, welkom bij een nieuwe video. Voordat ik dit alles begin wil ik allereerst zeggen sorry, omdat ik een tijd lang geen video online heb gegooid. Maar ik ben net de comeback kid en ik kom altijd terug. En dit keer veel mooier, want ik heb kleine stapjes gemaakt naar een grote club. Want ik ben nu assistent trainer van FC Twente onder... Wow! Yes. Oké, de komende tijd ga ik jullie meenemen in onze kleedkamer, onze wedstrijddagen en onze trainingen. Dus we geven jullie echt een kijkje in hoe het bij ons werkt. Nou, ik ga met Brian. Kijk, dit is Brian. En... Oeh! Oeh, ja. Boys, wat gebeurt hier meteen? Lekker. Net zo van trainen nog, hè? Nee. Ik neem jullie mee in ons team. Nou, we gaan rustig beginnen. Jullie leren langzaam de jongens kennen. Langzaam trainer Brian kennen. En dan zeg ik welkom en we beginnen weer mooi opnieuw. En je ziet al wat hier staat. Zij die opgeven weten nooit hoe dichtbij ze bij hun doel waren. Dus ik zeg boys, tot later. En wat zeggen we dan? Tjo. Wat? Ties. Tjo. Lekker man. Hey, luister boys, we gaan een prank uithalen met trainer Brian. Weet je wat we gaan doen? Ja. We gaan als... Kijk. Trainer Brian die gaat straks de wedstrijdbespreking doen. Dan ga ik hier zo naast staan, een beetje naast John. En als hij net begint met de wedstrijdbespreking, doe ik mijn vingers in mijn oor. Wie doet dit altijd, boys? Depay. Memphis Depay. Als trainer begint met zijn wedstrijdbespreking, gaan we met z'n allen met onze vingers in ons oor zitten. En dan gaan we kijken wat hij zegt. Deal? Ja. Doen we even een prankje met trainer Brian. Ja? Oké dan. Kaan. Is altijd aan. Maar die veters kun je toch wel strikken, vriend? Oh, hey. Als ik één knop doe, dan gaat hij de hele tijd los. Man. Kijk, gelukkig heb je zo'n aardige trainer, die helpt je wel even. Hoe heb je dit gedaan dan, Kaan? Ik probeer mijn veters te strikken en dan ging mijn hand ging op plop, hand ging op plop, hand ging op plop. En toen ging dat hele ding zo. Oké, Brian en ik gaan even lekker een bakje koffie drinken. Brian, ga eens even staan. Je moet geïnterviewd worden, Pik. Wacht je van de wedstrijd? Niks. We gaan even een bakje koffie drinken en dan gaan we beginnen met de wedstrijdbespreking. In ieder geval Brian dan. En ik zeg tjo. Hey, dit is mijn grote vriend. Ja, is goed, wat is er? Je bent van de D2, hè? Ik ben van de D2, ja. Ik heb bouwt aangelegd in de scheidingsboot. Ja. En vlaggetjes. Ja. Jij zorgt ervoor dat er twee bouwen en een vlaggetje bij mij terugkomen in de wedstrijd, alsjeblieft. Ja, baas, doe ik. Zorg ik voor. Dank tot later, vriend. Dank je wel. Hey, Wall of Fame. Oh, Abi, alles goed? Goed, jongen. Ja? Heb je vrienden hier, hoor? Abi, jij bent toch mijn vriend? Gerwin, jouw vriend. Jij bent mijn vriend, Abi. Jij bent mijn vriend. Nou. Jongens, nou. Kijk, dit is Jacob. Jacob is eigenlijk clublegende van Twente materiaal. De beste materiaal van Twente. Jacob, hè? De beste materiaal van Nederland. Is dat zo? Ja, 100%. Nou, kijk, Jacob. Hij fixt altijd alles voor me. Jacob, trouwens. Ik had Asmar gevraagd nog om een extra outfitje voor Turkije. Ik heb alleen dit. Dat moet ik heel leuk met dezelfde kleren. Ja, hoe ben je allemaal? Thuis duur ook. Ik was mijn kleren thuis ook niet. Dankjewel. Diego. Rens. Jon de Don. Jip. Lucas. Thijs. Nigel. Vince. Kian. Jarek. Kaan. Delano. Vins, hey, wat geflex, Sven, Ties, Ruben, Rens, Joop en Lee Artiest. Jawel. Lee Artiest. En dit is het bord. Hier gaat het gebeuren. Ik voel me nog niet. Nou, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Vandaag wij zijn tegen AZ. Wie weet nog wat van... Van de vorige keer daar. Ja.
Lekker man, Memphis de pipe prank is geslaagd. Jawel. Oké, plezier is belangrijk, maar nu even serieus. Brian gaat met zijn bespreking beginnen en ik laat hem gewoon even lekker zijn ding doen. De bespreking zit erop. We gaan naar buiten even een korte goede warming-up doen en dan gaan we beginnen aan de wedstrijd. We spelen trouwens tegen AZ. Goed, we zijn bezig met de warming-up. Een kort voetenwerk. De jongens maken de bal vrij en spelen hem strak in naar de overkant. Dus de bal tussen je voeten en je voetenwerk zitten vrijmaken en inspelen. Vandaag de taak aan jullie en aan ons als begeleiding. Dat we dat met elkaar vier blokjes gaan volhouden. Ja? Hey, kom maar, boys. Kom maar, boys! Kom maar, boys! Wie zijn we? Twente! Wie zijn we? Twente! Wat gaan we doen? Winnen! Kom maar, boys! Haal hem uit de druk, Delano! Probeer, Jill. Delano. Kijk eens, kom. Ga je met vrij. Goeie paas, Delano. Ja! Lekker, Leon. Als je de ruimte hebt. Ja, heel goed. Dan dribbel je in. En wat gebeurt er? Dan lok je hem naar hem toe. En op het moment dat hij druk op je zit, en dan? Paas je hem in. Goed. Of Joop? Juist, heel goed. Ik vind dat jullie heel goed bezig zijn. Ik zou zeggen, ga gewoon zo door. Heel goed. Ja, zo. Opstelheid, opstelheid. Goed. Goed gedaan. Hey, dit is het. Jammer het. Middenhouden, middenhouden, middenhouden. Goeie paas. 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 Prima gedaan. Hey. Ik vond dat jullie het heel goed hebben gedaan. Je hebt prima gespeeld. Zowel in het verdedigen als in het aanvallen. Complimenten voor jezelf, boys. Ja, je vraagt me. Ja, weet ik echt niet, want ze hebben het eerste blokje dik verloren. En het tweede, geen flauw idee, jongens. Echt niet. Maar echt, klasse gedaan, Deel. Hey, oh, ik blijf hangen. Netjes. Ik vond het echt twee leuke blokjes. Ik heb genoten van jullie, boys. Oprecht. Ik heb genoten van jullie. Lekker. Goed. Tik. Goed, Dies. De wedstrijd zit erop. We hebben, even kijken. 8 wedstrijdjes gespeeld bij Brian. Even kijken. Bij Brian 4 blokjes en bij mij 4 blokjes. Ja, de boys hebben het goed gedaan, lekker gespeeld tegen AZ. Wat zeg je, Leart? Je hebt heel goed gespeeld, klopt. Haha, Rens, wat zeg je? Wat zeg je, Rens? Jazeker, vriend. Nou, we gaan lekker naar binnen, boys. Oh, niet? Eerst ballen zoeken. Oh, sorry. Eén bal. Ja, we hebben een goede wedstrijd gespeeld. Alleen helaas verloren. Ja. Verloren? Ja, in totaal. Ons team heeft gewonnen. Oh ja? Maar in totaal... Nou, wij hebben de eerste... volgens mij iets 1-1 of zo. Ja, bij ons was de eerste blokje 3-3. Ja, en daarna 3-2 gewonnen. Dus in totaal. 6-5. En die andere. Dat weet ik niet. Maar wij hebben in totaal met alles bij elkaar. Ik kan het niet weten. 20-5 of zoiets. Nee, wij met het eerste. Ja, wij 6-5. In totaal alles? In totaal alles. Dus. Ja. Nou, volgende week. Later. Nee, jij. Lekker man. Ja, maar heb je goed gesproken? Ja, lekker een beetje band wegknallen of niet? Alles een beetje wegknallen. Diego! Waarom jullie lachen hier en daar? Hij vindt wel bom, ook bam. Ja, hoe heb jij gevoeld? Niet echt heel goed. Kon beter. Nou, jij, Tizi? Ik heb hartstikke goed gespeeld. Goede acties gemaakt. Ja, dat zeg ik wel van mezelf omdat ik dat zelf weet. En Joopie dan? Ja. Iedereen van ons team was goed. Ruben! Kom eens! Hoe vind je dat jij hebt gekiept? Goed. Goed? En hoe vind jij dat je hebt gespeeld? Ja, ook goed, hè? Maar dat heb ik al gezegd. Kijk, geloof het ook niet. Mijn Matties Ramies is er. Ryan kennen jullie nog natuurlijk. De winnaar. Waar is Godfried? Waar is Godfried? Hij is al... Vriend! Die weet het nog, hè? Wat zei je daarin? Ik heb het helemaal afgemaakt. Ja, Ryan is niet vergeten, zo'n overwinning op favoriet. Nee. Sowieso niet. Kullen op mijn hoofd en ik feest en nul. Rustig hoor. Rustig aan, boys. Complimenten aan het groepje van waar Lucas keeper was. Hè. Ik vind echt dat jullie heel goed hebben gespeeld. Vanuit je taak in het verdedigen, vanuit je taak in het aanvallen. Heel veel initiatief, heel veel lef en durf aan de bal. Hè, ik heb goede dribbles gezien. Jezelf durven vrij spelen.
intentie om vooruit te spelen. En op het einde ook genoten van toch wel een stukje winnaarsmentaliteit. Nigel die de bal even de hart teruggeeft, waardoor hij niet direct kan, waardoor hij niet direct kan innemen. En jij, ik moet daar even wat van zeggen, dat je de bal wegschiet. Hè, maar dat zijn wel dingen, hè, dat tekent wel dat je echt wil winnen. De bal was uit, je peert het ding weg, ja boeien. Hè, ik moet er even wat van zeggen tegen je, hè, maar uiteindelijk kan ik daar wel van genieten. Want je trekt wel, je wint wel, wel als team die wedstrijd. Kijk boys, dit zijn... Rens en Rens. Ze zijn heel erg fans. Op het veld kennen ze geen grens. Want nu spelen ze nog op een klein veld zonder grens. Maar ze hebben één wens en dat is... Profvoetballer worden. Ja. Wat? Profvoetballer worden. Bij Twente bij Ajax. Oei. Deze ik vind het aangenaam. Dit waren Rens en Rens. Lekker boys. Yes. Wij spelen twin games. We delen de groep op in twee teams. Waar we 8 tegen 8 spelen. Dus als ze bij mij 5 goals scoren en 5 tegen... als ze bij mij 5 goals scoren en bij Brian 5 goals... Dan tellen we de doelpunten bij elkaar op en met de tegendoelpunten precies hetzelfde. En aan het einde van de rit worden van alle blokjes worden de goals die we maken bij elkaar opgeteld. En de goals die we tegenkrijgen. En zo wordt de uitslag bekend gemaakt. Maar we spelen niet in een competitie dat je in stand ziet. Dus het gaat puur om de ontwikkeling van de jongens. Dus de uitslag is eigenlijk helemaal niet belangrijk. En dit was video 1. Wie gaat er met mij afsluiten? Kian. Kian. We zijn er klaar mee of niet voor vandaag? Wat gaan we doen? Douchen en naar huis. Lekker man, douchen en naar huis. De volgende keer gewoon winnen. Woensdag gaan wij naar? Turkije. En dan gaan we jullie ook meenemen. We spelen de Izmir Cup in Turkije tegen Chelsea, City. Cardiff City. Valencia. We hebben een tof toernooi. En Benfica. En Benfica, zegt Jonne nog even. We hebben een tof toernooi. Gaan we ook alles filmen, gaan we toch een video van maken. En ik zeg tot volgende week en ciao, bedankt voor het kijken. Ciao. Ciao.